Kunt u in het kort vertellen wat de RES inhoudt? Ja, de RES, de res 1.0 die we nu hebben en de RES 2.0, waar we aan gaan werken, die beschrijft wat in de regio, dus de regio Twente in ons geval, de ambitie is voor de hoeveelheid op te wekken duurzame energie. Nou, is er een ATT-gebied. Uh, zeg maar Almelo, Twenterand, rand de Bergen. Daarin zijn een aantal dingen gepland, om het zo maar eens te zeggen. Nou ja, we hebben een uh, aantal jaren geleden al in onze duurzame energieladder. Hè, dat is het beleid dat de gemeente Almelo heeft als het gaat om de opwek van duurzame energie. Hebben wij een zoekgebied uh, gedefinieerd, vastgesteld door de Raad. Waar windenergie ongeveer zou komen. Nou, in ons geval is dat ten noorden van de Aadijk ongeveer. Dat is een vrij groot uh, zoekgebied. En samen met de gemeente Twenterand en de gemeente Tubbergen zijn we aan het verkennen voor grootschalige opwek van zon en wind, waar dat precies zou kunnen komen. En in ons geval is al helder dat bij na beide aardijk er nog een tweede zonnepark komt. Maar als u specifiek op dat ATT-gebied inzoomt, dan hebben we het over waar zou windenergie dus gaan kunnen komen. Daar nou, hebben wij heeft onze gemeenteraad van gesteld van nou, wij uh, opteren voor uh, zo'n maximaal vijf uh, windmolens. Nou ja, u weet ook, hè, als dat op Almeloos grondgebied wordt neergezet, heeft dat ook uh, impact op de buurgemeenten. Dus uh, vandaar ook dat we gezamenlijk een traject nu uh, aan het voorbereiden zijn om precies af te pellen, en dat is dus die drie gemeenten, maar ook de provincie Overijssel daarbij, om te kijken waar kan het en aan welke voorwaarden moeten we voldoen. Om uiteindelijk de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Het is dus nog niet definitief vastgesteld dat in het gebied dat u schetst. Uh, vijf windmolens komen. Nee, dat klopt. Het is een zoekgebied. En tegelijkertijd hè, moeten we heel goed kijken binnen dat zoekgebied. Uh, hoe het zit met vraagstukken rondom slagschaduw, rondom geluidsoverlast. Nou, allerlei afstanden waar je rekening mee moet houden. als uh, bevoegde gezagen, als gemeenten. Nou, dat, uh, dat wordt nu allemaal uitgezocht. Wanneer verwacht u die onderzoeksgegevens? Nou, die onderzoeksgegevens die komen beetje bij beetje binnen. En uh, voor het ATT-gebied nou, praten we ook nog zeker de komende maanden verder met elkaar door. Nou heeft uh, Andries Heidema, commissaris van de in de Oorvrijzel, gezegd dat als de Twentse gemeenten er niet uitkomen, dat de provincie dan uh, de knoop doorhakt. Uh, hoe duidt u die uitspraak? Nou, de gemeenteraad van Almelo heeft bij het vaststellen van de res 1.0 een motie ingediend. Dat zij ook vindt: van ja, het kan niet alleen maar afhankelijk zijn van een aantal gemeenten dat beleid heeft. en dat ook bereid is te presteren op, op energie via zon en via wind. Uh, maar er moet ook boter bij de vis vanuit de andere gemeenten. Dus die sturende rol uh, die de provincie uh, zich dan ook wil aanmeten. en dus ook wil gaan inzetten. Ja, dat past dus ook heel goed bij uh, datgene dat de gemeenteraad van Almelo heeft gevraagd. Uh, wat gebeurt er als de bevolking veel verzet toont tegen de plaatsing van vijf windmolens? Uh, uh, nou, op de eerste plaats, uh, dat is begrijpelijk hè? en dat uh, hoort ook bij uh, het goed uh, horen van wat uh, de belangen zijn van, uh, van de inwoners zelf. Maar u gaf net zelf ook al aan, de provincie die uh, uh, heeft ook uh, vanuit die regionale energiestrategie uh, een, een opgave uh, en wil dus ook dat gemeenten wel gaan realiseren en op het moment dat een gemeenteraad zelf geen besluiten durft te nemen, om wat voor reden dan ook, dan heeft de provincie ook een bepaalde verantwoordelijkheid en kan het dan voor je gaan bepalen. Belangrijke vraagstukken waar we met elkaar de komende weken, maanden echt voor staan, is ook de verhouding tussen zonne-energie en windenergie. Verhoudingsgewijs hebben wij best wel veel zonne-energie, die op dit moment ook al bijvoorbeeld bij het zonnepark A. Dijk wordt opgewekt, maar de gewenste verhouding is 40% zon, 60% wind. En dat uh, betekent nogal wat. En dat kan uh, in sommige gemeenten uh, best nog wel uh, uh, voor wat uitdagingen uh, uh, gaan zorgen. Uh, uh, ook om, ja, omdat de balans op dit moment uh, niet die 40-60 is, maar eerder andersom. Dus dat vergt uitdaging ook aan de kant van de gemeenten om daar uh, uh, bewegingen op te gaan maken. Kortom, wordt vervolgd. Absoluut. Uh, hier uh, zijn we voorlopig nog wel uh, met elkaar over in gesprek. Dank u wel. Graag gedaan.